jong, je valt vlachten, je is hier wat meer van Genève, Parijs, België, Italië, Rome, Napels. Dit is Napels en dit is het grote zwarte gat, is de Vesuvius. Ja, dan naar Nederland toe. Dus, als je geluk hebt, zijn er geen wolken, dan kom je een mooie tijd over. Hier zien we Londen, Parijs en België hier in Nederland. Daar gaan we nog meer van bekijken. Dus Londen, Parijs, Belgische snelwegen in Nederland. Dus hier hebben we Utrecht, dus dit is Arnhem. Gaan we even detail. Ligt op zijn kant, hè? Amsterdam, Rotterdam, Schiphol. Ik moet er af en toe slapen. En slapen is heel vreemd. Wat is slapen? Dat is een matras, een dekbed, een hoofd, een kussen. En dan kan je ergens inkruipen en slapen. Dat is er niet inderdaad. Dus je zweeft. Dus alles zweeft. Ook je kussen zweeft. Dus daar heb je helemaal niets aan. En het is dus heel raar om niet ergens op te liggen. Maakt ook niet uit waar je ligt. Je kan ook op het plafond gaan slapen. Dus geen verschil. En, of in een bezemkast. En dit was mijn bezemkast. Slaapzak aan voor de warmte en dan is het eigenlijk heel prettig. In het begin is het heel eng, want je voelt dat je valt om de aarde heen. Dat is ook zo, je komt alleen over de grond terecht. Maar dan een tijdje is het heerlijk. Dan lig je in slaapzak, je hang je gewoon, je ligt nooit verkeerd, je hebt nooit een slapende arm uit het water weg. Maar goed, ik moest een keer terug ook naar 193 dagen en nachten. Je kruipt weer in je ruimtepak. Hier is nog wat interessants te zien. Je loopt ook niet meer,